Dit is het dus. Tada! Ik heb het gelijk nog gehad. Dus dat staat allemaal nog op de planning voor dit jaar? Ja, topbeelden. Oh, ja, daarom is het dus een avond. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we even een uitgebreide kasttour doen en een tour op ons Paddock Paradise. De kasttour die was via Instagram aangevraagd, maar ik had niet het idee dat we genoeg in de kast hebben om daar één hele video over te maken. Dus jullie krijgen gewoon een complete tour. En ja, deze kast die hebben we nou 3 jaar geleden. Zoiets denk ik, hè? Ja, zoiets zelf gemaakt. Toen hadden we nog geen YouTube kanaal, dus dat is niet gefilmd. Net ervoor. Ja, we hebben hem inderdaad zelf ontworpen en gebouwd en nog steeds heel veel plezier van. Hier zit ook alleen ons tuig in en dit is niet op de locatie van de paarden. Puur en alleen, hier staat hij achter slot en grendel en onder camerabewaking. Want tuig wil je liever niet op een plek hebben leggen waar het niet ja, zo goed beveiligd kan worden. Maar dit is hem dus. Tada! Oh. We hebben de kast dus inderdaad helemaal zelf gemaakt en ontworpen aan de hand van andere dingen die we op het internet zagen. En ingedeeld zoals we zelf het handig vonden. We hebben ook gekozen om de deuren dieper te maken, zodat we hier ook allemaal spullen in kwijt konden. Nou, als eerste hebben we hier 2 zadelsteunen natuurlijk. En de bovenste die gebruiken we eigenlijk niet alleen voor het barebackpad. Want we zijn pas later erachter gekomen dat dit soort steuntjes helemaal niet goed zijn voor je zadel. Want als je je zadel hier lang ophoudt, dan kunnen er in de kussens van die deuken ontstaan, zeg maar. En dat wil je natuurlijk niet. Dus we hebben hieronder hebben we zo'n andere zadelsteun. Want ja, toen hadden we die maar, zeg maar. En hier hangt dus het zadel op van Valentijn. En zoals je eigenlijk al ziet is de kast een heel klein beetje te klein. Maar het is nog de bedoeling om een stukje extra kast bij te bouwen voor het Menta van Nirvana. Want dat zit dus allemaal hieronder. En ja, eigenlijk willen we dit ook gewoon netjes hebben ophangen. Maar dat is iets wat gewoon niet meer in de kast past. Dus daar moeten we een extra... Een zomerprojectje. Ja, dat is een zomerproject. We inderdaad naast deze kast nog gewoon een Shetlander tuigkast te maken. Want ook het hoofdstel van Nirvana van het Menne hangt dan hier. Maar die moet gewoon eigenlijk zijn complete eigen plek krijgen. Want we hebben gewoon niet genoeg ruimte om dat allemaal iets, mooi op te bergen. Te veel dekjes misschien? Nee. Nee? Nee. Okay. Dit zijn genoeg dekjes. Nee, we hebben inderdaad dus ook ervoor gekozen om de dekjes op te hangen. En we hebben ze op van dit soort hangers van Amazon. Inderdaad, broekhangers van Amazon kosten geen drol. En hiervan krijg je niet zo van die deuken wat je vaak ziet met van die 2 clips. En ze blijven best wel goed hangen, terwijl je hebt ze ook gewoon zo snel gepakt. En je knijpt ze inderdaad. Je ziet, deze hangt best wel lang, maar er zit niet echt een deuk in of zo. Dus dat is heel erg fijn. En ook wat zwaardere dekjes zoals deze, die blijven er gewoon prima in ophangen. En je kan ze gewoon zo snel pakken en terughalen. Ik heb ons YouTube kanaal ergens een uitgebreide dekjestoer, maar ik kan er wel even heel snel doorheen gaan. We hebben hier een witte, maar die gebruiken we eigenlijk nooit, want we rijden absoluut geen wedstrijden. Dus die lenen we vrijwel alleen maar uit. Dan hebben we hier een Ice Blue van Milieu. Dan hebben we een Matt Harnicke Special Edition blauwe dekje, wat ook nog nooit gebruikt is met de kaartjes eraan. Maar die hangt hier natuurlijk helemaal prima te zijn. Met de matchende trui die ik toevallig vandaag aan heb. Dan hebben we Lemieux Marine, Lemieux Petrol Roan, dus een beetje dat leerachtige editie. Dan hebben we de Lemieux Sage, Hunter Green, Oak, Musk, Watermelon, Mulberry, Fig, Rioja en dan de Rioja in een Loire editie. Dit is de Mulberry Spectrum. Dan hebben we een Navy in Loire, Dwayne's een Kingsland dekje en een soort ding. Officieel zijn deze van Dwayne. Even die groene hebben we samen gekocht, die donkergroene. En deze is van jou en die is van en jou. Ja, dat zijn jouw dekjes. De rest is van mij. Maar zoals je ziet, er is niet meer echt plek om er iets bij te hangen. En ik ga dus niet uitgebreid doen, want dat heb ik in de vorige dekjescollectie video gedaan. En ja, er zijn er geen meer bijgekomen, dus ik ben heel braaf geweest. En alles van Nirvana, dat ligt op de wei, dus dat laat ik dadelijk wel zien. Maar ja, we hebben hier onze laarzen in laarzentassen. Mijn body protector die hangt daar. En onze caps hebben we altijd op het capsteuntje zitten, zodat we gewoon goed... Onze caps staan hier op het capsteuntje, zodat ze goed kunnen uitluchten altijd. Hier hebben we een extra poetskoffer die we meenemen naar de manege als we daar paarden moeten doen. Want dat is, die borstels die gebruiken we niet ook op onze paarden, mocht er ooit iets zijn. Dus deze gebruiken we alleen op manegepaarden. Dit is scherenpraat. We hebben hier extra beugels liggen voor het zadel. Alleen dit zijn de beugels die we eigenlijk alleen maar gebruiken omdat het veiligheidsbeugels zijn. Dus die andere zouden we alleen gebruiken met een teenkap. We hebben hier leerspul. Hier liggen extra
beugelriemen, maar die zijn een beetje nasty. Want het is natuurlijk net lente, dus die hebben de hele winter hier liggen en niks doen. Hierboven liggen nou de dingetjes van Nirvana, de vliegenmasker en de oude cap van Dwayne. De dikjes van Valentijn die komen hier in de zomer ook bij. Maar ja, die heeft hij nou op, dus dat ligt ook allemaal hier. Dan aan deze kant, dit zijn allemaal spullen die bij het zadel hoorden. Dit is een extra kopijzer. Dit zijn die kniesteunen die ik verschrikkelijk vind, dus eraf heb getrokken. Heel gek, dit zijn pampers. Dit hebben we ooit nodig gehad toen Valentijn een beginnende hoefsfeer had. Toen hebben we die hele tijd in pampers zo ingepakt met allemaal spul aan de binnenkant. En dat werkte mega goed, dus dat staat hier nog. Absorbeert, hè? Ja, dat absorbeerde goed. Dat was een goede tip van onze hoefortopeet. Dan heb ik hier een potje glitters, nog nooit gebruikt. Snel maar terugzetten. Dit. Die laten we daar. Hoesjes van de caps. Nest, die oude handschoenen. extra. Oh, dit is voor de scheerapparaat. Oh, scheerapparaat. Ja, sponsje. Dit is der fan. Dit is echt als je paard ooit last heeft van vliegen. En je moet ze echt weg hebben. Dit spul. Maar het is echt super. Het stinkt heel hard. Het is heel erg vies. En het plakt overal. Dus je moet ze alleen maar met handschoenen gebruiken. Of met zo'n hoefoliepotje. Dus dat staat echt in een hoekje. Dat hebben we niet vaak nodig. Dan hebben we hier onze caphoezer. Of ja, tassen zeg maar. En het hoofdstel van Nirvana. En aan de andere kant in de deur hebben we gewoon hier onze rijzweepjes. Die gebruiken we op de wei verder niet echt. En dan de reservehalster van Nirvana, reservehalster van Valentijn. Plus nog een reservetouw. En dan twee oornetjes die ik heb voor Valentijn. Dit zijn XL oornetjes. En een extra frontriem. En dit is de mooie frontriem. Want deze heeft namelijk hele mooie steentjes. Wow. Maar die doen we met gewoon trainen, niet altijd erop. Want heel vaak blijft zo'n voorpluk erin vasthangen. En Tijn is nogal nasty en gaat veel rollen en zo. Dat wil ik dan liever niet met steentjes frontriem. Dus die is alleen voor fotoshoots en andere leuke dingen. Dus ja, dat was de kasttour. Ik weet niet wat ik er nog meer over kan vertellen. Als in, we moeten hem uitbreiden. Zodat we het mensspul en het Shetlanderspul gewoon allemaal in één kast kunnen gaan doen. Een eigen kastje krijgen. Ja, zeker als we dadelijk ook een tweede paard hebben. Moeten we even deze gaan veranderen. Ja, vervangen worden. Vervangen voor zo'n staaf ook weer. En dan komt daar natuurlijk het zadel van dat paard op. En Nirvana die had geen zadel, want die was een te kort ruggetje. Dus we hebben voor haar momenteel alleen een bareback bed. En ook haar dekjes die liggen allemaal gewoon wel op stal. Dus dat was hem, de kast. Hier zijn we dan op stal. Of ja, we noemen het stal of wij, maar dat is het niet echt. Dat is een paddock paradise en hier hebben we gewoon een half. Hier hebben we gewoon een half hokje waar we al onze spulletjes kwijt kunnen voor de paarden. Maar inderdaad niet groot genoeg voor ook nog al het tuig. Dus vandaar dat dat allemaal thuis ligt. Maar we hebben hier allemaal halsters. Voor Seppi straks als ze groot genoeg is om deze te kunnen dragen. En grondwerktouwen. En ja, dit is van Valentijn, dit is van Nirvana, dit is van Seppi. En dit is van Torda. En hier hebben we de zweepen eindelijk opgehangen. Dus die liggen ook niet meer in de weg. En hier hebben we gewoon een kast met, hier ligt het teken van Valentijn met zijn halfstuk. Handdoeken, die heb je altijd nodig. De wasspullen. Dit is gewoon manenspray en stiekjes. En ja, paarden met lange manen, dus dat gebruik je heel erg veel. Dan hebben we hier een mandje met een beetje medische dingen. Allemaal mokspul en EBO dingetjes en zonnebrand en van alles. Verbandstukjes. Verbandstukjes en ja. Van alles. Eerste hulp, zeg maar. Voor de rest bellen we toch de dierenarts. Dan hebben we hier een mandje met allemaal handschoenen en leerspullen en... Eerste hulp van onszelf, toch? Eerste hulp van onszelf. Nee, die zit ook gewoon bij het eerste stukje. Ja, daarom. Een regenjas zit hierin en van alles. Dan hebben we hier de poetskist van Valentijn. Scherenapparaat, een extra poetstasje voor Torda. De reflectiedeken. Ja. Als we buiten lopen. Ja, reflectiedeken voor als we buiten lopen en ook zo'n hesje. Dit is een potje die we nooit gebruiken. Dus de eerste persoon die hier komt, die het kan gebruiken, die mag het meenemen. Nirvana spulletjes, haar bareback petje en hoezeer singeltje en haar dekjes. Nirvana's poetskoffertje en het poetskoffertje van Nirvana's verzorgster. En onze schoenen, dekentorda en dat soort dingen. Allemaal ook in deze kast, dus we hebben van deze kast ook een klein tour gehad. Dan hebben we hier aan deze kant, heel belangrijk voor ons, een klein oventje. Zodat we broodjes warm kunnen maken, zodat we hier kunnen lunchen. En natuurlijk waterkoker, niet alleen voor onszelf, voor thee en koffie. Maar ook voor slobber voor de paarden te maken. En een tweede koffieapparaat, want anders gaat die jongen niet dood. En hier zitten allemaal mokken in en thee en allemaal dat soort dingen. En dan draaien we even om. Dit is onze zelfgemaakte voerkist. Ik zal even ergens hier linken naar de video waar we die gemaakt hebben.
En hier zitten dus compartimenten in. En nu ook, zeg maar, bakken. Maar hier zit dus allemaal het voer in van de paarden. Zo. En hier zitten een paar supplementen, koekjes. Heel belangrijk. Wat? Nog meer supplementen. En dan ook slobber in de bakken. En voorraad van likstenen. En ja, eigenlijk alles qua voer wat je nodig zou hebben. En dan hebben we de lijnzetolie, die hebben we hier. En die is een soort van verbannen naar deze ijzeren kist. Want lijnzetolie lekt op een of andere manier altijd. En met hout is dat echt een drama. En ook in de ijzeren kist kunnen de ratten echt niet eraan. Want alles wordt aangegeten en dan zit alles onder. En lijnzetolie is echt verschrikkelijk met gewoon schoon te krijgen. Dus die zit fijn in het tonnetje verbannen. Dan lopen we hier naar buiten. En dan hebben we hier aan de eerste kant een klein gereedschapshoekje. Met tweede gereedschap allemaal. En hier hebben we het hooihok. We hebben net onze hooivoorraad erbij gevuld. Dus hij is nou helemaal gevuld. Ja, er kan misschien nog een stapel. Kan er wel bij hoor. Maar dit is denk ik een beetje, ja, dit is wel gewoon hanteerbaar. Genoeg voor een maandje. Ja, genoeg voor een maandje. Dus ja, we hebben niet de grootste hooibalenopslag. Maar ja, dit zijn ook kleine baaltjes, want anders passen ze niet door het deurtje. En ja, ik vind het ook wel handiger om kleine baaltjes te hebben. Die zitten ook minder stof in. Ja, sowieso halen wij heel erg suikervrij hooi, omdat onze paarden echt niet tegen suiker kunnen. Dus heel erg top. Uiteraard vullen we natuurlijk hier ook de hooinetten. Zeg maar, die hebben we hier in de kist met name ook liggen. Dat is echt ontzettend veel, want we wisselen gewoon heel veel door met hooinetten. En dan lopen we naar het gedeelte van de paarden. Dit stukje gebruiken we eigenlijk vooral voor Nirvana en Seppi om te voeren 's avonds. Hier zetten we ze altijd neer met hun twee bakjes. En dan blijven ze braaf hier staan. Het is ook fijn overdekt. Dus hier kan de hoefsmid, tenminste de kleine paardjes, ook redelijk bekappen. Valentijn is net een beetje te groot voor de overkapping. Dus dat gaat een beetje lastig. Maar je dus waar zij dan te eten krijgen of soms ook wel eens gewoon staan te chillen. En dan hebben we hier dit stukje. Dit is heel handig, want hier kunnen we Valentijn ook tussenin zitten. We hebben even zo'n deken hier uitgehangen, want het is echt super mooi weer. Dus hij heeft even het dekentje af. En ook hier staat hij dan te eten. Dan vinden we het toch fijner als we de paarden gescheiden hebben tijdens het voeren van brokken. Omdat ze anders heel erg gemeen zijn tegen elkaar en heel wat weg gaan jagen. Terwijl het niet nodig is. Ze kunnen gewoon op hun eigen plekje staan. Hun eigen safe space. Net geen soort van open stalletje, zeg maar. Dat ze gewoon hun eigen ruimte hebben om hun brokjes te eten. Ah, dit is de schuilstal. Het is niet de grootste schuilstal, maar Dwayne en ik zitten hier natuurlijk gehuurd van echt super lieve mensen. Het is een beetje dezelfde situatie als dat Fenne van Hoefwijzer misschien heeft. Je huurt het stuk grond en verder mogen we er wel alles mee doen wat we willen eigenlijk. Maar dit is ook gewoon de schuilstal waar we het mee moeten doen. Dus dat is dat. We hebben hier het water ook heel fijn. Hier zat hier hong al een lekbak aan. En hier hebben we nog een kleinere lekbak neergehangen voor Nirvana. Zodat ze er wat makkelijker bij komt. Maar het is een hele eigenwijze Shetlander. Dus die zal ook constant gewoon hier drinken. Het is een grote Shetlander. Dus die gaat ook bij het grote bakje drinken. Maar we hebben ook gewoon normale bakken met water. Dus maar net wat ze fijner vinden. En hier in deze bakken doen we ook vaker... Keltische zeezout, moedersaade. Dat soort dingetjes. Onder andere, ja. We hebben hier ook nu toevallig hooi neerleggen, omdat we net hooi hebben gehaald. En er lag overal hooi, dus dat hebben we even hier neergegooid, zodat ze fijn kunnen opeten. We hebben hier een bal, hier speelt eigenlijk vooral Nirvana mee, maar hier zitten gewoon wat koekjes in. En het vindt ze super leuk om mee te spelen. En hier hangen we dan allemaal verschillende soorten likstenen op, alleen ze zijn weer bijna er doorheen. En de mineralenbar die is ook op, dus die moeten we even bijvullen. Maar dat hangt allemaal hier, zodat als het kapot gaat en valt, dan het ook in de bak valt. En lekker overdekt. Het regent. Dan regent het allemaal, hè? Ja, precies. We hebben hier dit stuk eigenlijk dit jaar pas bijgetegeld, zeg maar. En dit is echt een godsend geweest in de modder. Want zoals je ziet, het is nog een beetje ellendig. En dit is wel het ergste stuk van alles. Want we hebben nu 1,6 hectare wat we doen huren. En de treks, zeker op Limburgse kleigrond, het is... qua dingen. Het liefst zouden we natuurlijk alles gewoon helemaal mooi aanleggen. Maar dat gaat zo ontzettend veel geld kosten. Dat is helaas niet binnen ons vermogen. Dus we moeten het hiermee doen. Dus wat we gaan doen inderdaad is nog meer een gedeelte betegelen tot ongeveer daar. Dan hebben de paarden echt veel plekken waar ze gewoon altijd droog kunnen staan. Met hun voetjes. En ook het pad naar voren, zodat we niet door de trek hoeven zelf. Eigenlijk is ook nog de bedoeling dat we dan gaan draineren onderdoor. Naar de vijver hier langs. Want dit hoort nog gewoon inderdaad bij de achtertuin. Eentjes. En we hebben hier eentjes. En dit is echt heel erg cute. Maar in de zomer staat het bij... Oh.
Sorry, eentjes. Nu staat de vijver echt mega vol met water. We hebben hem nog nooit zo vol gezien, omdat het dit jaar zo ontzettend veel geregend heeft. Maar in de zomer staat hij vrijwel droog. Dus we hopen dan dat we het zo kunnen maken dat al het water gewoon die kant op gaat. Want hier ligt allemaal zo'n hele strook beton eigenlijk. Het is een beetje overgroeid, maar het ligt er wel, waardoor het water net niet helemaal afstroomt. Dus dat willen we gaan oplossen. Dit is even een klein beetje een bouwval, maar hier komt dadelijk een overkapping waar we dus een overdekte poetsplaats hebben en gewoon een opslaghok voor de menwagen en allerlei andere dingetjes die we nergens anders kwijt kunnen. Die gaan we dus zelf bouwen, maar daar moeten we even voor wachten tot we met gewoon aanhangwagens en dingen hier door de modder kunnen. Want dat is nu nog niet mogelijk. Dus bijna, het zonnetje doet zijn werk, het is bijna lente. Of het is lente, maar het moet nog even meer lente zijn, zeg maar. En dan kunnen we hier aan beginnen. Dan kunnen we ook altijd overdekt poetsen en bekappen en whatever. Plus als een paard ooit een keer boksrust nodig heeft of we hebben een noodstal nodig, dan kunnen we een van de hokken leegruimen, zeg maar, en gewoon gebruiken als een noodstal. Dus dat is ook heel erg fijn. Dus dat staat allemaal nog op de planning voor dit jaar. En dan lopen we nou naar de rest van de trek. Nou, we zijn hier bij het uiteinde van de paddock. En ik wilde even nog laten zien inderdaad hoe vies het hier de afgelopen tijd is geweest. Maar we willen dus een heel pad helemaal tot hier leggen. En dan eigenlijk vanuit hier een drainagebuis leggen naar die kant. Want dat is een plek waar het water heel erg verzamelt. En hier een schurt van greppel maken, zodat het water hier allemaal weg kan stromen. Dan hebben we het terrein ietsje meer water sturend. En dat betekent dat hier niet zo'n drek komt. En dat is toch wel echt de bedoeling. En stel als het nou nog niet te doen is, dan gaan we kijken of we hier toch iets zo'n paddockplaten neer kunnen leggen. Maar ja, uiteindelijk ben je de modder gewoon aan het verschuiven natuurlijk. Maar hier is het wel een van de ergste punten. Vandaar ook dat we weer de modderlaarzen nog aan hebben. Maar dat is ook bijna klaar, want het mooie weer is van aanzicht. Dan zijn we nu op een plek die wij de speelwei noemen. Omdat dit gewoon een heel groot open stuk is, waar ze altijd gewoon op kunnen. En hier hebben we ook onze hooibak staan, die we in een van de afgelopen video's zelf gemaakt hebben. Hij is gelukkig nog heel en we willen hem straks een keertje gaan uitbreiden met palen omhoog en een dakje erop, zodat ze ook droog kunnen eten. En mensen hebben gevraagd, zeg maar, van oh, hoe doen jullie het met hooiverspilling en dat soort dingen? Nou, je kan in de bak kijken. Onze paarden verspillen dus niet echt hooi, die eten alles op. Dus we hebben nooit restjes, wat echt heel fijn is. Het enige wat we wel willen doen is zorgen dat hier goede paddockplaten onder komen, zodat ze zeker... Nou ja, zo'n stuk echt gewoon eromheen kunnen. En dan komt hij ook op een vaste plek te staan. Want nu met de modder zijn we hem steeds aan het verplaatsen. Maar straks willen we hem gewoon daarachter ergens neerzetten. Dat hij ook vast blijft staan. Ik sta hier op de plek waar we dadelijk een zandberg willen gaan maken. En hier komt al het zand wat uit de greppel komt. En straks ook daarachter uit de wadi. Want die willen we een stukje dieper graven. Dus hier komt een zandberg. Maar hij is nu nog een beetje klein. Hier op de speelwei willen we dadelijk ook nog allemaal leuke dingen. Tractorbanden waar ze op kunnen gaan staan. Hier een jollyball en ander leuk speelgoed. Dan zijn we hier links bij onze eerste wei. Dit is de gele wei. We hebben alle weiden dus met gekleurde handvaten gedaan, zodat we ze zelf makkelijk uit elkaar kunnen halen. Of stel iemand moet hier een keer voor ons in een weiland zijn en zeggen, oh, doe maar de gele wei of de roze wei of de blauwe wei. Dan weet iedereen precies om welke wei het gaat. Maar dit is dus de gele wei. Hier loopt een hele trek omheen. Daarachter in de hoek staat dus nog een hooipunt. En we willen straks rechts ook nog een hooipunt maken. Dat hier achteraan twee hooipunten zijn. Nou ja, hier zie je het al een beetje, zeg maar. Hier wilden we de wadi gaan uitbreiden. Want dit is toch al een punt wat van zichzelf lager is. En hier stroomt het water vaak ook al heen. Want je ziet hier dat het een beetje klei achter is. Omdat hier weken water in heeft gestaan. Maar nu is het weer droog. Dus deze willen we gaan uitdiepen. Zodat het water ook altijd wel blijft staan als het gewoon geregend heeft. Dan is hier de greppel. En vroeger is in het weiland hiernaast klei gebaggerd en dan was die afwatering, die liep helemaal zo richting de beek. Deze greppel die heeft 30 jaar lang droog gestaan, maar door het weer van de afgelopen tijd staat er water in. Dus we hebben nu een heel schattig klein waterplasje. En zeg maar, het valt wel weer mee, want hij heeft echt tot het uiteinde gestaan. Dus we konden hier een tijdje lang niet doorheen lopen en de paarden ook niet. Dus wachten nog even tot het dadelijk is opgedroogd. En dan kunnen de paarden en wij hier ook weer makkelijk doorheen. Ook met apparatuur en aanhangwagens en dat soort dingen. Hier is onze zelfgemaakte krabpaal. Vroeger hong een bordje aan deze bios. En dit was dus ook een bios die zit zo heftig in de grond. Die krijgen we er echt niet uit. Dus we dachten, we moeten er iets mee, want de paarden waren er al aan het schuren. Dus we hebben er een schuurpaal van gemaakt waar ze
heel dankbaar gebruik van maken van het verhangseizoen. Ik moet alleen de bovenste mat even vervangen, want die heeft het begeven. Maar hier wordt dus heel veel gebruik van gemaakt. En als we dan omdraaien, hebben we hier gelijk lopen en gelijk de oranje bij. Nee, heeft ook een blauwe handvat. Nee, het is oranje bij. Mensen die kleurenblind zijn, zien dat toch niet. Dus dit is oranje. Nee, het is oranje. En ook om de oranje bij kun je dus helemaal op. En dan hebben we ook hier op de hoek een wat groter voerpunt staan. En ik vind het wel fijn om bij een voerpunt wat meer ruimte te hebben. Zodat ze ook gewoon lekker kunnen liggen. Hier slapen ze ook heel veel. Dus dat is echt mega schattig. De voerpunten die zijn allemaal leeg. Want we doen de hooinetten 's avonds vullen en ophangen. Overdag staan de paardjes, zeker nu weer in de lente, lekker op de wei. En als we de hele dag alleen maar onbeperkt hooi geven, dan worden onze paarden veel en veel te dik. Dus dat willen we niet. Dus we wegen het hooi af op de kudde. En zorgen dan dat ze genoeg krijgen voor hun gewicht. Zodat ze ook geen overgewicht krijgen. Het scheelt dat onze trek- en speelweiden best wel groot en ruim zijn. Dus er is altijd wel iets om te snacken of soms een pontakker en dat soort dingen. Dus de paarden staan nooit zonder ruwvoer. Maar ze staan dus niet op onbeperkt hooi. We hebben hier het enige boompje wat de zomer en de winter heeft overleefd. Hopen we. We weten het nog niet zeker. Ja, wel merk je. Ja, die hebben we vorig jaar geplant. We weten niet of hij het gaat overleven, maar hij doet zijn best. Hier zijn dan die boompjes die het niet hebben overleefd. Deze hadden we ook geplant vorig jaar. En die is omgeknakt. Volgens mij zijn de andere twee dood. Wij zijn niet per se per show met goede vingers, maar we doen ons best. Wat meer te maken. Spread of Paradise Park. En natuurlijk werkt het altijd met ons mee. We hadden het heel druk met palen slaan, denk ik vooral. Ja, ik denk ook wel dat heel druk met andere dingen. Vorig jaar in de Hoofdstad is er niet heel veel tijd geweest om echt zorgen dat die boompjes constant water hadden en dat soort dingen. Dus we hadden gewoon survival of the fittest. De boompjes komen ook allemaal van meer bomen nu. Dat zijn bomen die worden hier in de buurt opgegraven uit het bos. Die zijn niet meer nodig en worden dan weggegeven aan de gemeenschap. We weten sowieso niet of het echt topboompjes waren al. Maar dat is oké. Hier zijn ze wel allemaal oranje. Maar hier hebben we ook weer een ingang. We hebben bij alle weilanden twee ingangen, zodat we ze gewoon allebei open kunnen zetten. En dan kunnen de paarden altijd twee kanten uit naar buiten. Dus dat is ook heel erg fijn. Dan hebben we hier een wat meer open plek. Hier kunnen ze ook lekker slapen. En hier staat weer een hooipunt. Die nu natuurlijk ook weer leeg is, maar dadelijk zijn ze allemaal gevuld. Maar dan denk ik misschien is het handig als we gelijk even de hooinetten meenemen. Ja, ons lijkt het leuk om hier nog een keertje zand te storten ofzo, omdat ze hier echt wel lekker liggen te slapen vaak. En ja, maar dat zijn allemaal plannen voor de toekomst. Dan lopen we hier aan de linkerkant langs onze grasbak. En het is niet echt een super rechte, goed neergezet bak. Het heeft ook niet meer alle letters. Sommige die zijn er vandoor gewaaid. Maar we hebben ons best gedaan. De bak doet zijn best. Het is niet top, maar het werkt. Hier is de roze wei en de kleinste wei die we hebben. Deze heeft ook het best wel zwaar gehad afgelopen najaar. Dus die moet dadelijk op een kalver zaten. De hele wei die zijn momenteel het kaalst. Maar zoals je hier aan de andere kant ziet, staan de paardjes op de blauwe wei. En zijn helemaal happy, want ze mogen heel goed af. Ze lieven. Heb je lekker liggen rollen, jongen? Oh, hij heeft lekker zonder zijn deken, zonder stiekjes, alles vol. Hoi. Ik ben schattig. Het gaat uit. Voor de mensen die ons niet kennen of dit de eerste video is die je kijkt. Het grote gevlekte paard daar, dat is Valentijn, is van ons. Dit is Seppi, het veulentje wat vorig jaar bij ons is geboren. Ons aapje. Dit aap ben jij. Dat is een ruin, dat is een merrie en daarachter staat Nirvana. Dat is de moeder van Seppi en ons Shetland merrietje. En dan hier is Torda, Mary, we weten niet wat voor ras het is. Het is een Italiaans paardje, daar komt ze vandaan. Maar deze is van twee zus en twee nichtjes, dus die staan lekker bij ons gezellig. Maar dit hier is toch wel onze grote vriend Valentijn. Hier is het allemaal mee begonnen, Valentijn is ons eerste paard. Dus voor hem hebben we dit allemaal gemaakt. Allemaal voor jou. We zijn dus op zoek naar nog een groot paard om mee te kunnen rijden. Maar die zoektocht, daar gaan we gewoon langzaam op ons gemakje mee door. Totdat we die juiste geschikte paard hebben gevonden. En dan vinden we ook dat de kudde daarmee compleet is. Hè, Tijn?
Oh ja. Dus nog één groot vriendje, een groot vriendinnetje voor jou, hè? Ja, ik ga nog één groot vriendinnetje voor jou zoeken en dan is het compleet. Oh, ben jij zo moe? Heb je zoveel gas gegeten? Oh, zo moe. Zo moe. Oh, ben je zo moe. Hier aan de voorkant is nog een bord waar we ook binnen kunnen komen. En dus ook met aanhangers en dat soort dingen voor te klussen of mest op te halen. We hebben hier een mestkar staan en een kraaiwagen waarmee we dus de trek doen uitmesten. We doen ook alleen de trek uitmesten en niet de weilanden, want het is anders plus veel te veel werk. Maar ook is het gewoon niet nodig om de weilanden constant uit te mesten. We doen heel veel met de weilanden wisselen, waardoor ze nooit overbemest raken. Dus dat is heel erg fijn. We hebben hier ook een gezellig picknickbankje staan, zodat we met lessen of andere dingen in de bak gewoon hier gezellig kunnen zitten. En ook wat hindernismateriaal en dingetjes waar we mee kunnen trainen. Okay, hier is dus de ene ingang van de blauwe wei, waar de paarden vandaag heel dankbaar van gebruik hebben gemaakt. Zijn jullie moe? Zijn jullie moe? Hij heeft natuurlijk de hele dag op het gas staan eten, hè? Hebben we nou een gasbuikje? Hè? Hebben we nou een gasbuik? Hij is in ieder geval weer hartstikke groen, hè? Te lekker. Moeten we het dekentje nou ook aflaten, hè? Het gaat niet meer zoveel regenen, als het goed is. Laten we hopen dat het niet meer zoveel gaat regenen, hè? Ja. Oh, Zappie wil ook altijd wel knuffelen, maar je bent ons aapje, hè? Je bent ons aapje. Oh. Oh, kriebels. Tandjes. Heb je tandjes? Heb jij tandjes? Oh, ik heb hem. Zo, zo schattig. Dat is een kriebels. Oh, lief. Ja, topbeelden. Oh, ja, daarom is het dus een aap. Sorry. Zo'n kriebels, hè, met je veulenpluf. Maar dit is dus Nirvana's eerste veulentje en kijk even hoe ontzettend groot deze baby is. Ze is nog geen jaar, hè, ze moet in mei wordt ze 1. Je bent zo'n grote beer, je bent zo'n grote beer. Oh, hier staat mama. Zo kriebelen. Eens kijken waar de baby het van heeft. Hè. Oei, kriebels, lekker. Lekker shit. Nirvana is een beetje meer verlegen. Zeppie zonder tandjes. Zeppie. Kijk, deze komt de hele tijd voor aandacht bij. Ja. Oh, wat zijn jullie lief? Wat zijn jullie lief? Hoi. Oei, geen tandjes. Of bietjes. Ja. En als we dan verder lopen over waar een mooi punt stond. Maar die is van de week afgebroken, dus die moeten we even gaan vervangen. Maar dit is normaal gesproken wel een heel mooi plekje. Dit is gewoon een heel leuk gebied waar mensen heel veel wandelen. En er staat een bankje. Het is allemaal mooi. Er staan ook vaak schapen en zo. Dat is echt een prachtig stukje natuur hier in dit dorp. Hier staan de paarden heel graag in de zomer lekker onder de eikenbomen. Want ze vinden op een of andere manier natuurlijke schaduw nog fijner als de schaduw van zo'n welstand. Dit is waar we het meestal staan. En dit is ook een plek, als je een van onze eerste video's ziet dat we hier staan met de paarden, dan weet je ook dat dit allemaal één grote braamstruik was van hier tot helemaal daarachter. Maar nu staan er super mooie narcissen en krokus en zijn er andere dingen in die kleine knopjes die allemaal de kans krijgen om te groeien nu. Dus dit is echt super. We willen hier ook nog veel meer beplanting doen, dus inderdaad ook een beetje dat stukjes kruidentandje of bloementandje voor paarden. Ook dat we hier snackjes voor ze kunnen verzamelen. Dus dit is allemaal nog ideeën wat we allemaal willen gaan doen. Oh ja, op sommige plekken zijn nog palen en punten die we moeten vervangen. Maar dat kunnen we echt pas doen als de grond hier goed is, want in de winter is de grond gewoon te slecht om een paal te vervangen. Dus als er dan eentje afbreekt, dan moet het even creatief oplossen. Dus de grond is bijna droog en dan kunnen we weer een periode boren totdat de grond te hard is en dan kunnen we ook niet meer boren. Dus je moet hier in Limburg precies op het juiste moment bezig zijn met klussen omdat de grond niet heel erg goed meeneemt. Maar zoals je ziet met de grond die we hebben, zeg maar, het is modderig en kleinerig.
Maar we hebben niet te veel paarden nog oplopen. En volgens mij is het nou wat 2 dagen dat het niet heeft geregend. Zoiets wel, ja. En dan zie je inderdaad, dan is het gewoon weer prima te lopen. Dus als het 2 dagen niet regent en de zon staat er even op, dan is het gewoon weer tof. Hier is dan het laatste hooipunt. Ook weer wat meer ruimte. Dat vind ik toch wel fijn. Maar ja, deze is ook wel een van de hooipunten met de meeste klei. En we willen ook dadelijk om alle hooipunten heen gewoon paddockplaten hebben liggen. Zodat ze altijd uit de blub kunnen eten. Dus dat vinden we voor de winter ook weer een stuk fijner. Zeker als dat er nog een paard bij staat dadelijk. En dan hier is het laatste stukje wat de paarden de afgelopen winter hebben gesloopt. En wat we dus nog moeten maken. En dat is hier bij dit stukje bomen. Het zijn ook wilgbomen, dus de paarden vinden het fantastisch om te laten snacken. Dat zie je ook wel aan de boom die er flink toe vandaan komt. Maar we willen het toch wel afzetten, zodat de boom ook weer de kans krijgt om te groeien. Maar ja, dat is een beetje ellendig geweest met omdat hier zoveel water stond. De paden niet konden houden. De paarden aan het ettigen waren. En toen ging alles goed hier. En ook hier komt weer rond dat we wel één plek hebben waar de greppel niet zo diep is dat er nog water in kan komen. Want dit is wel de hele tijd droog gebleven. En dat willen we ook graag zo houden. Dus hier komt gewoon meer zand dat telkens aangestampt moet worden overheen, zodat het gewoon lekker droog blijft. Nou, dat was dus onze kast en paddock paradise tour met een groot deel plannen van alles wat we nog willen gaan maken en willen verbeteren hier. En een heel mini voorstel rondje aan de paarden. Maar ik denk dat als we straks ons nieuwe paard hebben, dat we gewoon een grote voorstelvideo gaan doen van alle paardjes. Hey, gekke aap. Hey, gekke aap. Ik kan ze toch geen video afsluiten. Nou, doe alvast even een duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter in de comments. En abonneer natuurlijk op ons kanaal als jullie meer van ons willen zien. En dan bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei! Maak ze een peert dan lachen die. Maak ze een peert dan lachen. Oké.